Vandaag is het de finale van de Crocky Cup. De finale wordt gespeeld tussen Gent en Anderlecht. Anderlecht, de laatste keer dat ze hebben gewonnen, hebben we sinds 2008. En Gent, de laatste keer was in 2010. Toen de Anderlecht de laatste keer won, was het ook toevallig tegen Gent. Maar ik wil niet zeggen of ze deze keer ook gaan winnen. Ik ben benieuwd wie de Crocky Cup gaat winnen, maar we kunnen nu al proberen de wedstrijd te voorspellen in FIFA. Dus hier gaan we dan. De grote finale van de Crocky Cup. Met deze opstelling zal Gent spelen. Waarschijnlijk zal Gent in de echte wedstrijd met een andere opstelling spelen. En dit is Anderlecht. Mijn opstellingen waarschijnlijk zullen ze in de echte wedstrijd misschien ook een andere opstelling gebruiken. Dus ja, niet alles zal natuurlijk 100% accuraat zijn. Gent mag beginnen. Ik speel trouwens niet als team, ik laat gewoon de computer zelf spelen. Hier is Gent. En nu heeft Anderlecht de bal. Oké, misschien kunnen we nu wel een kans zien, hopelijk. Nee, blijkbaar is het een vrije trap. En ga je ervoor zetten. En moet wel. En dat was een kans. En Anderlecht moet nu gaan verdedigen. Hij blijft aan de bal. Ook steeds. En nu de paas aan Zirkzee. Had die kans beter moeten afwerken. Eerste corner, denk ik. Dus als ik er nog één ben vergeten. Oeh. Hier kans verscharen. Scharen en past hem terug. En afstandsschot. Ja, dat was wel heel erg optimistisch. Hopelijk gaan we nog niet even nog een kans zien van Gent. Nu weer aan de recht aan bal. Ik hoop trouwens dat er nog gescoord wordt voor verlengingen zijn. Oeh. Ja. Dacht even dat ze goed schot, maar niet genoeg goed genoeg voor een goal. Hier hebben we Compagnie. Hier is Gent aan de bal, Gent. We gaan de Buffalo scoren. Ze komen aan. Ja, jammer van dit. Want nu is Anderlecht aan de bal en dan gaan zij scoren. Ze komen wel. Ze hebben wel een grote kans om nu een goal te maken. En. Oh, nee. De keeper heeft hem. En nog een gele kaart. Geen idee waarvoor. Maar. Ja. Misschien zullen we dat wel nu zien in de herhaling. Als er herhaling komt. Ja, dat is geel. Jammer dat er niet gescoord werd, maar ik heb wel zin om de tweede helft nu nog te zien. Weer een voorzet. En weer onderschept door een Gent-speler. Maar Anderlecht heeft nog steeds de bal in het schot. En de goal! Zirkzee. Hij heeft al veel gescoord voor Anderlecht. Oh, jammer. Ja, dat ze hem huren en dat hij niet echt een officieel Anderlecht-speler is. Hij is gewoon, volgend seizoen is hij gewoon weer weg. Maar ja, nu maak je toch wel een heel belangrijk doelpunt. Ja, Gent, nu moet je nu al scoren. Oké, verscharen. Nee, zou wel leuk zijn voor de wedstrijd als Gent nu ook gaat scoren. Ja, dat gaat nu misschien wel gebeuren. Of nee, misschien was ik dan weer iets te snel. We hebben nog niet echt een hele grote kans gehad van Gent, maar misschien komt dat nog, hopelijk. Hier misschien. Hier kunnen ze misschien nog een grote kans creëren. Ja, nu! Ja, oh, jammer. Oké, de Batra aan de bal. Geen idee wat hij van plan is. Hij gaat voorzetten waarschijnlijk. Ja, de bal nu in de handen van de keeper. Hier hebben we Zirkzee weer. En Rafailov. Hij heeft ooit al in het verleden een belangrijk doelpunt gescoord in 2015. Toen speelde hij nog voor Brugge. Hier hebben we de Poitre. De Poitre met de kans. En de goal. Nee, ja, oh. De keeper redt hem. Oh, goede save. En dit is misschien wel de laatste kans van de wedstrijd. Oh, Verschaer gaat gewoon door. Verscharen. Nog steeds verscharen. Voorzet. En de kopbal doelpunt. Nee, toch niet. Ja, dat is het einde. Anderlecht
wint de beker al sinds toch voor een FIFA. Ik weet niet wie in het echt gaat winnen. Nu gaan ze waarschijnlijk ook nog de beker optillen en zo. Hopelijk krijgen we ook nog vuurwerk te zien. Dat is Van Kroonbrugge die de beker gaat optillen. Ja, hier nog een beeld waar ze de beker gaan optillen. Ik denk dat het goed is om hier de aflevering af te sluiten. Dus ja, hopelijk vond je deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En laat misschien ook even weten wie jij denkt dat er gaat winnen. En dan ook nog bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Oh ja, hier nog vuurwerk. Niet vergeten het vuurwerk.